te halen, maar ik heb wel behoorlijk wat te vertellen, want het is een belangrijk onderwerp. En de vragen die wij nog over hebben, naar aanleiding van uw reactie op onze vijfde brandbrief, die hebben toch wel even inleiding nodig. Dus ik hoop dat ik de tijd krijg om dat toch te doen. Voorzitter, edelachtbare burgemeesters van de Varenvereniging Rotterdam-Rijnmond, dank voor dit moment van aandacht. Even mijn handen warm vrij, want het was toch wel vrij koud. En voor de vierde keer in 7 jaar tijd ben ik hier namens de Stichting Acute Zorg voor de Putten-Rozenburg. Maar vooral namens heel veel inwoners van de regionale gemeente op Voorne Putten-Rozenburg, Hoogvliet, Alpenzwaard, Goeree, Overvecht en zelfs Hoekse Waard. 16.061 inwoners hebben meerdere petities ondertekend die gaan over de vele misstanden die zich binnen de acute spoedzorg voordoen. Hebben voorgedaan. Ik ruik u straks, dat heb ik al gedaan, kan ik het dus overslaan. Uw reactie van 10 oktober jongleden op de aan u op 2 augustus ingezonden vijfde brandbrief kunnen wij ons niet volledig invinden als stichting. Wij als stichting waarderen enorm dat u als bestuur van de veiligheidsregio, want dan wij ook met ons de mening deelt dat goede en toegankelijke acute zorg een belangrijke goed is. En u allen de waardering uitspreekt over ons niet aflatende inzet. Voorzitter, u geeft in uw reactie aan dat wij op basis van een aantal geschetste voorbeelden onze zorgen uiten over de zorgwekkende ontwikkelingen binnen de acute spoedzorg. Verlening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dat klopt niet helemaal, want wij geven aan dat het over steeds meer nijpende wordende situaties gaat betreffende de benedenmaatse acute zorg in al onze regionale gemeenten. Dus ook in de overige 25 veiligheidsregio's. Precies op tijd komen die zorgen bovendrijven. U weet er vast wel van, allen. Er is op 2 december in de ledenvergadering van de VNG een motie behoud streekziekenhuizen ingediend die 28 streekziekenhuizen betreft in 50 middelgrote gemeenten. Deze motie ingediend door de burgemeester van Gorinchem en het gaat er dus om dat ook daar de acute zorg dreigt te verdwijnen als we de plannen van het kabinet moeten geloven. Voorzitter, daar zitten de gemeenten Nissewaard en Goeree Overvecht niet bij die 50 middengemeenten. Kunt u verklaren waarom niet? Gaan alle middelgrote gemeenten vanuit de VR zich hierbij aansluiten bij die motie? En die vraag die stel ik aan u, voorzitter, maar u bent voorzitter, u bent ook eigenlijk degene die die andere 14 de burgemeesters, zeg maar, vertegenwoordigt. Dus vandaar uit te vragen aan alle burgemeesters. Voorzitter, het is 5:12. Is het wachten tot er doden vallen bij spoedzorg voor ieder gezinslid in acute nood? Ook de uwe. Volgens ons gebeurt het al. De inhoud van de vijfde brandbrief is helder wat ons betreft. Voorzitter, u schrijft dat wij van u in de vergadering van 14 december 2015 een toelichting hebben gekregen dat u als bestuur van de VR in principe geen directe zeggenschap over dagelijkse acute medische hulpverlening en de inrichting van zorg heeft. Dat klopt op dit moment, maar dat is nu juist onze wens. Dat hebben wij in onze vijfde brandbrief verwoord en dat willen wij gewijzigd zien. Wanneer staan de juiste machtspersonen nu eindelijk eens op? De stichting denkt daarbij aan u allen hier, alle burgemeesters van onze gemeente. U bent mede verantwoordelijk als hoofd van de veiligheid, lees acute noodsituaties voor alle inwoners in uw eigen gemeente. Het kan niet zo zijn dat geld de oorzaak is. De zorgverzekeraars geven steeds minder geld uit, waardoor de juiste en broodnodige acute zorg niet kan worden geboden. De gemeenten moeten zelf de regie nemen en verplicht worden de algehele acute zorg, inclusief de acute babyzorg, op peil te brengen. Hopelijk kan dan voorkomen worden dat eerstvolgende bermbaby wordt gevonden. Voorzitter, u geeft in uw reactie daar geen antwoord op. Met uw opmerking dat de DROAS regionaal overleg acute zorgketen door de minister van VWS is aangewezen om afspraken te maken met de betrekking tot beschikbaarheid van de acute zorg in de regio, als mede de voorbereiding op het verlenen van die zorg, slaat u de plank volledig mis wat ons betreft. Het DROAS is niet onafhankelijk. Daar zitten directieleden in van de grote stedenziekenhuizen, de ambulance dienst, de zorgverzekeraars, de GGD, die daar ook een woordje in meedoen. En die zijn vooral uit op financieel gewin door hun eigen ondernemingen, de menselijke maat ontbreken.
Dat is onze mening. We hebben het zelf ervaren in gesprekken met de Roma's. He? En de reactie op onze vragen. Voorzitter, met alle respect, wij kunnen toch niet lijdzaam toezien hoe de voormalige voorzitter van het ROAS, die thans minister is van VWS, zijn al jaren durende vooropgezette plannen doordrijft om de hele acute zorgketen met alle gespecialiseerde taken te concentreren naar de grote steden en in de regionale omliggende kleinere gemeenten een verschaling mag plaatsvinden die hij weergaan niet kent. Ik noem u alleen al in deze reden de volgende inmiddels lopende plannen of situaties die zorgelijk zijn te noemen. Het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis in Isselaert. Geen IC. Geen spoedeisende hulp 24, 7 dagen in de week open. Het dreigende faillissement van het Icacia ziekenhuis, dat is trouwens nadat wij die brief hebben geschreven ontstaan, tenminste niet ontstaan, maar bekendgemaakt, ja, met 2500 werknemers en 12 IC-bedden. Als dat failliet dreigt te gaan, raak je weer 12 IC-bedden. Het plan om de SH en de IC-capaciteit van het Van Weel Bethesda ziekenhuis in Dirkslot te sluiten. 3250 werknemers met 1700 FTE's en 8 IC-bedden. Weer 8 IC-bedden weg. Voorzitter, Rotterdam heeft 4 ziekenhuizen met 26.500 werknemers. Alleen een 24/7 SH, of allen een 24/7 SH in totaal 175 IC-bedden. Ik ga hem maar afronden, want... Ja, ik heb nog meer te vertellen, maar dat doen we misschien op een later moment. Ik ga u de vragen nog even stellen. Het waren aardig wat A4'tjes, hè, dat ik op top kwam. Het is jammer dat dat niet kan. Maar, wij hebben u al een 3 vragen gesteld in die 5e brandbrief. Die in principe niet beantwoord zijn volgens ons. Vraag 1. Wij als Stichting Acute Zorg, VPR, willen van u allen weten of u het eens bent met onze visie. Een halve visie, want de helft heb ik niet kunnen vertellen. Deelt u nu horende onze toelichtingen wel onze visie? Dat is de vraag. Vraag 2. Gaat u zich inspannen om door aan u opgedragen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken inhoudelijk op het gebied van de burgerveiligheid te verbeteren? Vraag 3. Gaat u de problemen die wij schetsen op het gebied van de burgerlijke ongelijkheden die zijn ontstaan oplossen? Die heb ik niet genoemd, maar die krijgt u nog nagezonden van mij via mevrouw Van der Wal. Dus de hele tekst die ga ik u nog toezenden. En dan kunt u op een later tijdstip nog even op terugkijken van wat wij nou daarmee bedoelen. En we zijn met behoorlijk wat mensen en horen graag uw antwoord al hier. We hebben er net buiten gestaan en er waren, toen de meeste burgemeesters aankwamen, al een aantal vertrokken. Voorzitter of anderen, heeft u nog vragen? Voorzitter, edelachtbare burgemeester en overige aanwezigen, we danken u voor de mogelijkheid die u ons geboden heeft om u hier weer te woord te mogen staan. Dank u. Meneer Heidek, u was 8 minuten aan het woord. Volgende keer krijg ik maar 2 minuten. U bent al 3 minuten ingelopen op de vorige spreekbeurt. Mijn is niet plan. Ik ga u voor een deel blij maken, voor een deel teleurstellen. Want we gaan dezelfde vragen door u vandaag hier niet beantwoorden. Maar ik wil de collega's wel een gaan stellen als ze al vragen willen stellen. Want dat is misschien wel deel van de vraag. Oh, sorry. Ja. Voorzitter, dank. Willem, welkom hier in dit stadhuis. Ik mag jou met voornaam tutoyeren, want wij kennen elkaar vanuit het Insewaarts. Want ik ben daar ook één van mijn raadsleden. Maar zo spreek je niet. Dit spreekt u nu als voorzitter van de Stichting Acute Zorg. Ik heb geen vraag aan jou, maar het past wel denk ik, dat ik een korte opmerking maak. Omdat ik het zeer waardeer dat je met jouw hele club, en ik zie ook een aantal andere bekenden hier in deze zaal ook buiten staan, zich voortdurend inspant jaar in jaar uit om op te komen voor de belangen van een goed en stevig ziekenhuis op Voorne-Putten. Laat ik het anders formuleren, goed en stevige en geborgde zieke zorg, ook op het eiland Voorne-Putten. En ik herken jouw pleidooi, dat weet je ook van mij. Ik herken jouw pleidooi, dat wanneer een eiland toegroeit, hè, met nu dadelijk 2 gemeenten, bijna 200.000 inwoners, dat daar in mijn beleving ook een ziekenhuis bij past. Wat ik niet per se herken, dat wil ik ook duidelijk maken, omdat ik dat belang ook heb te dienen als burgemeester in Isselaert, op het eiland waar ik zit, dat er een onveilige situatie zou zijn. Dat is een ander vraagstuk. Heeft wel aandacht nodig, want er is een gebrekkige infrastructuur, et cetera. Die nuance zou ik willen maken. En verder denk ik dat het ook, en ik zou je alleen maar daartoe willen stimuleren, en dat doe je ongetwijfeld ook, dat er ook andere tafels zijn waarbij je ongetwijfeld je geluid kan laten horen. Het ROAS is genoemd.
los van jouw eigen bevindingen rondom het ROAS, ik heb daar wat minder ervaringen mee wat dat aangaat, want ik zit daar nooit. Maar zorg dat je ook daar gehoord wordt. Zorg dat je vooral ook gehoord wordt bij de politieke kanalen die er zijn in Den Haag en waar velen ook in de diverse gemeenteraden bij kunnen helpen om aandacht te vragen voor het feit dat elke inwoner natuurlijk gewoon bereikbare ziekenzorg wil houden, nu en ook in de toekomst. Dat pleidooi kan ik alleen maar zeer ondersteunen. Heel goed. Ja, voorzitter, ook toch maar een paar woorden tot de heer Heidekker, maar ook tot ons allemaal. Want in de laatste paar weken dat ik in ieder geval nog een deel van het gebied waar de heer Heidekker over sprak, verantwoordelijkheid voor mag nemen, is dit wel degelijk een acuut probleem. En ook een probleem dat natuurlijk afgelopen jaren al verschillende keren aangeduid is. Het niet meer bestaan van een volwaardig ziekenhuis op Poornputten. Maar ook zorg over de taakverdeling waarmee we in het Rotterdamse zijn geconfronteerd. Als het bijvoorbeeld gaat over bevallingen enzovoort. De toenemende problemen ten aanzien van bereikbaarheid en verkeersstremmingen die soms tot problemen leiden. En wat mij ook wel een beetje stoort, en dat is wat de heer Heidekker ook terecht aanstipt, landelijk lijkt het wel alsof dit een discussie is die maar niet gevoerd wordt. Want er is volgens mij niet of nauwelijks nog geanticipeerd op bijvoorbeeld bevolkingsgroei, op bijvoorbeeld sluiten van ziekenhuizen. Nogmaals, die taakverdelingen die ze op grote schaal hebben voorgedaan, die fusies. En ik heb het idee dat we in ieder geval vanuit de publieke belangen onvoldoende grip hebben op hoe die ziekenzorg op dit moment in Nederland georganiseerd is. En dan hebben we het nog niet eens over de problemen die we in de coronaperiode ook mee geconfronteerd zijn geworden. Dus zeer veel waardering voor de acties van de heer Heidekker. En ik hoop dat in Nederland een discussie hierover op gang gaat komen. Ik stel voor, meneer, dat u de vraag die gesteld heeft aan de vergadering, dat u achterlaat. Dat daarna schriftelijk op terugkomen. Ik heb u buiten gezet dat de strijd waarvoor u staat een goede strijd is. Raad breder is dat dan alleen aan de vraag waar wij erover gaan. Op de rol van de rol was van de minister. Eigenlijk gaat raad het breder aan de spreiding van voorzieningen in Nederland. En dat gaat alleen om ziekenhuis, maar ook over onderwijs. Het gaat over openbaar vervoer, de bereikbaarheid van gebieden. Het gaat over vraagstukken die samenhangen met de beleefbaarheid in gebieden die namelijk wel aanschurken tegen een urbane omgeving, maar nog niet als een plattelands karakter hebben. En wat mij betreft raakt het ook een beetje aan het vertrouwen in het feit dat burgers in Nederland overal in gelijke mate toegang hebben tot de schaarse groepen van de samenleving. Dus het is een brede verhaal, en ik denk dat het goed is dat wij niet meenemen. Ik heb mij als voorzitter van de gezelschap eens eerder uitgelaten, ook publiek op de radio over hier. We hebben binnenkort gesprekken ook met de minister, we gaan het op de tafel leggen. De minister, nu zijn rol als minister en ook de verantwoordelijkheid dat hij had als rol als voorzitter, ook aan het te begrijpen. Ik heb er buiten gezegd, u staat hier in te spreken bij de gezelschap. Een soort predikant voor de eigen gemeenschap. Want dit zijn mensen die het grotendeels ook misschien helemaal met u eens zijn. Dus u hoeft ons niet overtuigen, maar het is heel fijn dat u al dit kanaal gebruikt om de boodschap namens al die mensen die er gekomen zijn te verspreiden. Dank. Het was niet dat u reageert, want er is eigenlijk geen vraag gesteld. Allereerst wil ik de heer Voort van Oosten bedanken voor natuurlijk ook wat hij uitspreekt. En ik wil ook vragen aan u en mevrouw Groteboer van Goeree Overvecee om deze petitie ter hand te nemen. Die wil ik aan overhandigen zo meteen. Van die 50 middengemeenten, want dat is toch wel, daar staan heel veel zaken in die bij ons spelen. En ik wil u bedanken, meneer Rensen, voor mening en uw uitspraak. En ik wil u en ook mevrouw Julius en meneer Dion, met z'n drieën hartelijk bedanken voor al die jaren die u van onze gemeente op de eilanden
heeft gefunctioneerd, want die was letterlijk weg. Misschien dat er één terugkomt, dat is niet aan mij, maar ja, dat is aan de commissaris van de Koning. Maar ik wil jullie hartelijk bedanken voor de beleving. Ik ben bij jullie heel vaak geweest. En ik kan ook beloven, en dat heb ik ook gedaan, ik ben ook bij iedereen al geweest. Maar ik ga het nog een keer langs bij iedereen en ik ga zeker ook naar de minister toe. In ieder geval bedankt voor het ontvangst. En we blijven doorstrijden tot het gaatje. Mag ik dit nog veranderen? Ja, ik heb maar één exemplaar. Even Ara erbij vragen, Willem. Even Ara erbij vragen. Ja. Ara, yes. Ja, ik heb mooie witte trui. Ik heb mij helaas maar één exemplaar. Oh, maar wij kunnen naast. Maar ik stuur hem ook wel door aan mevrouw Van der Wal. Waar zit ze? Daar ergens. Ja, daar zit ze daar natuurlijk. Ik ken ze wel. En ik stuur hem ook even digitaal. Dit is die motie die 50 middengemeenten eigenlijk bij de CNG hebben. Aangekomen en die ook al ondersteund is, dus ook nog een eigen. En over die 50 gemeenten vertel ik je na de uitzending. Zeg, en ik wil graag dat jullie beiden ook bij die 50 gemeenten aanzetten. Zeker, de mondeling hebben we dat al gedaan. Okay. De hele petitie, of de hele tekst, was er juist overhandigen met alle vragen en alle informatie die wij eigenlijk nodig vinden dat hier... We gaan die vragen schriftelijk af. En daar gaan we dan antwoord op krijgen. Dank je. Dank je wel. Goed zo. Ja, wij hebben afgesproken dat we geen hand geven in de gemeente.